Meppelink had vandaag na de training een gesprek met het bestuur en de directie. Daarin werd besloten om uit elkaar te gaan. Kijk, je hebt lang bij deze club gewerkt en je hebt dus heel veel momenten meegemaakt. Je hebt in ieder geval geprobeerd om de club op een bepaald niveau te krijgen en ook om een bepaald niveau te houden. Nou, dat bepaald niveau houden, dat is gewoon niet gelukt. Duidelijk was dat het krediet gewoon een heel eind op was voor Rob Meppelink bij de achterban. En ja, wellicht dat daar opgelucht wordt ademgehaald. Wij moeten verder en we gaan kijken of we een goede trainer aan kunnen trekken en weer prestaties kunnen neerzetten de komende weken en maanden. Die prestaties vielen dus tegen. Afgelopen vrijdag werd nog Dick met 4-1 van VVV Venlo verloren. Bovendien werd RBC in de beker uitgeschakeld door Rijnsburgse Boys. Meppelink zei vorige week nog in de krant dat de club geen voetbalpubliek en de stad geen voetbalcultuur heeft. Die hebben de boel versneld, ja. Die hebben in ieder geval een situatie gecreëerd, een werksituatie die heel moeilijk werd. Het moment is niet handig, alleen ik vind wel dat ik het wel eerlijk heb verwoord. En altijd gericht naar dat de club er beter van kan worden. Omdat het gewoon een hele mooie club is en heel warm. En dat je dat dus moet behouden. En ja, dat ik dat dus op deze manier heb gezegd, dat is niet handig. Maar je moet het niet bagatelliseren dat je zoiets zegt van nou, dat je niks doet. Want ik denk dat je dan dat je dan liegt, dat het niet eerlijk is. De beide assistenttrainers hebben geen diploma. Dus RBC moet op zoek naar een nieuwe trainer.